die speelt. Oh, niet de rechter. Welke pak je nu? Die? Deze en de duim? Ja. Maar niet deze. Jawel, mag je ook met je rechterhand. Des mag je al. Oh, dat zijn er 1, 2, 3. En je duim heb je 4 tonen om te spelen. Oké. Dat is rechts. En links heb je nu eventjes 2 tonen. Dus deze en deze. Juist, en je laatste. 2, 3, 4. In je hoofd, hè? Mm-hmm. Dus soms helpt het wel eens, die oefening. Gun jezelf de rust. Ga eventjes in een hobbelzak en voel jezelf even zwaar worden. En als jij dan op een gegeven moment denkt van, oh, ik ben zwaar genoeg, ben uit mijn hoofd. Nou, kijk dan wat er gebeurt. Het opeens door. Lekker, hè? Spreek maar lekker door, gaan we in jouw ritme gaan we invallen.